Dit is een stuk van de onderkant van het bommeluik. En dat bommeluik werd opengetrokken met touwtjes en de katrollen, die zitten er nog in. Burgemeester Fred van Tricht maakte vrijdag een bijzondere fietstocht door Zoeterwoude. Leden van het 4 en 5 mei-comité namen hem mee langs plekken in het dorp die herinneren aan de Tweede Wereldoorlog. Bij de gedenksteen in de muur van het gemeentehuis vertelt Jan Buitendijk over zijn opa en naamgenoot die in de eerste dagen van de oorlog omkwam. Op 10 mei 40 waren zij 5 jaar, 3 jaar en 1 jaar. En mijn vader, mijn oom, mijn tante heel klein beetje hebben hun vader dus nooit gekend. En wat het bijzondere bij ons in de familie is, is dat wij alle drie, het is de drie gezinnen, hebben een geweldige moeder, vader en vader gehad. Zonder dat ze het rolmodel van een vader hadden. De garnizoenspet van Buitendijk senior kreeg een bijzondere plek in de woonkamer van de familie. Aan het dorpsplein vertelt Jan van Gent over de openbare school die er stond en door de Duitsers werd gevorderd. De schoolplein is heel bekend geworden van 19 maart 1945 van een razzia. Vooral de razzia die werd gehouden naar de mensen van het verzet. Die waren door verraderswerk waren die verraden. En die werden bij elkaar verzameld op het schoolplein. Maar de grote vissen die waren er niet bij. Bijvoorbeeld Lange Willem uit Westijn, die was het polder ingevlucht. Dokter Kortman die was in zijn schuilplaats, in zijn woonhuis terechtgekomen. Maar er waren wel 30 mensen bij elkaar gebracht. Waarvan 10 naar Leiden werden vervoerd. En tenslotte 3 mensen naar het Oranje Hotel in Scheveningen werden gebracht. Op dorpsstraat 6 werd het eerste illegale krantje in 1944 gedrukt. Heel simpel op een soort stencilapparaat met een zeefje. Niet met een stencilmachine of zo, maar gewoon met een zeefje. En er was dan pakweg 100 vuilkollen drukken. Moest drogen en die moesten weer weggebracht worden door koeriersters. Een van de koeriersters was Ma Jongmoed van der Uit. Die was kraamverzorgster en die werd aangehouden bij de Lammerbrug. Ze moesten fietsen inleveren, maar in haar tas zaten illegale krantjes. Op een bepaald moment werden die Duitsers afgeleid. Toen was ze zo moedig om de fiets te pakken als een gek. Het donker naar de vrouw weg te fietsen. In de eerste beste ruimte waar ze kon wachten, dook ze onder om op adem te komen. Ja. Maar ze had het gered. Ja. Verderop in de Geerpolder stortte op 22 februari 1945 een bommenwerper neer. Jack Luiten vertelt over het ongeluk. Een toestel uit Engeland, een Liberator, die was op een missie naar Duitsland geweest, is onderweg aangeschoten. Wilde nog terugvliegen naar bevrijd gebied in Antwerpen, haalde dat niet. Is toen hier aan het rondcirkel geweest en kwam van die kant, van de kant van Zoetermeer, kwam die naar beneden. Heeft op de plek waar deze oude boerderij stond nog een paar bomen geraakt. Eigenlijk aan de achterkant van de huidige boerderij. Ja, aan die kant, ja. En stortte toen neer en trok een soort landingsplek door het land. Ja, ja. En kwam toen tot stilstand. Hij kwam al op de dijk, die hier wat hoger ligt, al naar beneden. En hij raakte al de dijk en daar was al één wiel afgebroken. En dat wiel, dat is nog heel lang in de Zuidbuurt bij de fietsmaker, heb dat nog bij de deur gelegen. Die heb nog lang bewaard. Maar toen wij eigenlijk gingen zoeken waar het eigenlijk gebleven was, toen zei ze, ja nee, hebben we het ooit toch maar een keer weggedaan. En verder was er ook nog een stuk van het landingsgestel al afgebroken. Vandaar dat hij daardoor heel veel vaart minderde. En toen kwam hij tot stilstand eigenlijk, ja, in de weg schoot met zijn neus over de weg heen daar zo. En het bommeluik wat onderaan al een stuk kapot was, daardoor zijn ze eruit gekomen, de 9 mensen die erin zaten. En die gingen zo vlug mogelijk in groepjes van 2 en 1 alleen nog alle kanten in. De eerste die waren dus al op een kilometer hier vandaan richting Zoetermeer door de Duitsers opgepakt. Uiteindelijk zijn er ook een paar bij het verzet terechtgekomen en op een veilige plaats gebracht. En ze hebben het allemaal de oorlog overleefd. Na de crash werd het toestel beschoten. Bij recente opgravingen werden dan ook naast het bommeluik vooral veel kogelhulzen gevonden. Hier staat ook het jaartal aan de onderkant op, 1944, dat die geproduceerd is. Ja. In het vliegtuig, daar zaten natuurlijk ook schutters en die hadden ook veel munitie bij zich. En toen ze hier neergestort waren, hebben ze natuurlijk alleen maar gemaakt dat ze wegkwamen. En daar zijn ook heel veel hulzen van gevonden, maar die zijn van een ander formaat.
Aan de Weipoortseweg ligt de Schuilhoeve. De boerderij kreeg deze naam nadat de Zoeterwoudse burgemeester Smeets er in 1945 ondergedoken zat. Smeets liet het bevolkingsregister van Zoeterwoude verdwijnen en moest vluchten voor de bezetters. Iedere man van pakweg 17 tot en met 40 jaar moest naar Duitsland toe om in de oorlogsindustrie te gaan werken. Om die reden hadden ze ineens, het persoonsregister was verdwenen. Want hoe ging dat eigenlijk te werk? Meneer Sieverding, dat was een van de ambtenaren, en de politieagent Klaas van der Vliet, die hebben het opgepakt, naar de deur gebracht. Daar stonden mensen van het verzet en die hebben toen eventueel naar een plek in Zoeterwoude gebracht. En ik heb een vermoeden dat in de kerktoren van de dorpskerk was, dat het daar terecht is gekomen. De andere dag moest dezelfde politieagent gaan onderzoeken hoe dat verdwenen was. Nou ja, dat is heel hysterisch. Maar dat was eigenlijk de reden dat burgemeester Smeets hier terecht is gekomen. Vlak voor het eind van de oorlog werd de schuilplaats van de burgemeester verraden. Smeets werd getipt en vluchtte precies op tijd weg. Tijdens de razzia van 19 maart is burgemeester Smeets door de polder naar Gelderswoude gelopen en bij de familie Straathof in Gelderswoude terechtgekomen. Dus hij was op het moment was hij tijdens de razzia hier niet meer aanwezig. Dus dat is heel apart. Nou, 10 mei, toen is burgemeester Detmers, of Smeets, is weer in ere hersteld. En in de kerk in de Zuidbuurt is hij toen burgemeester geworden. En de andere burgemeester, Garthof, dat was een zogenaamde foute burgemeester. Tussen twee haakjes, viel allemaal wel mee. Het was niet echt de NSB'er, maar hij is wel gestraft eigenlijk. En toen is eigenlijk Zoeterwoude weer gaan groeien en weer naar de bevrijding losgekomen.